Hallo iedereen, welkom bij Mijn Tuin, Mijn Geluk. We zijn ondertussen begin mei en er is van alles aan het gebeuren in de natuur. Dus vandaag een rondleiding in de tuin om te kijken hoe hij erbij ligt. Welkom. Ja, laat ons beginnen bij de serre, want het staat hier afgeladen vol met plantjes. Hè. Ik ben een voorzaaier en ik geniet daar echt van om die plantjes te zien groeien. Dus je ziet dat ook. Ik heb heel veel tomaten, de dahlia's doen het supergoed. 67 variëteiten dit jaar, dus dat is echt een hele hoop. Ik heb pepers, paprika's, aubergines, kosmos, snijbloemen, zinnia. Ik heb calendula gezaaid, heel veel verschillende eenjarige siergrasjes. Kortom, echt wel een plek waar ik heel graag ben. Maar laat ons er nu van uitgaan dat de ijsheiligen er aankomen. Dus volgende week kan alles definitief naar buiten. En daar kijk ik eerlijk waar heel erg naar uit. Ja, en ook buiten is er echt van alles aan het gebeuren. Heel fijn om te zien hoe de natuur zich echt klaarmaakt voor de zomer. Hè. Dus we zijn mei, alles is beginnen bloeien. De appelboom die heeft ondertussen zijn best in tijd gehad. Dus we hebben heel erg genoten van de bloemen. Hopelijk veel appels dit jaar. En zoals je hier ziet, ja, ook een weelde aan bloembollen. Hè. Misschien herinner je het nog. Ik heb vorig najaar bloembollen geplant. Heel veel tulpen, heel veel narcissen. En ze zien er gewoon echt fantastisch uit. Dus ik ben heel erg blij met deze display. Dat zorgt toch echt wel een beetje voor dat extra lentegevoel. En voor de rest is er in de moestuin ook wel het een en ander veranderd, want er zijn heel veel dingen bijgekomen. Ja, in dit stukje tuin, zoals ik het noem, de moestuin. Maar goed, ik baken niet zo graag de dingen af. Dus hier groeien bloemen en groenten door elkaar. Maar in dit stukje tuin is de grootste verandering aangebracht dit jaar. En dat komt eigenlijk vooral omdat we met dit groot kippenhok zaten en de indeling eigenlijk niet meer klopte. Het vloeide ook niet meer zo mooi. Dus ik dacht, ik wil daar iets anders mee doen. Uitgetekend op papier. En nu is alles een beetje tot zijn recht aan het komen. Alle puzzelstukjes vallen een beetje in elkaar. En dat is mooi om te zien. Er zijn vooral verhoogde moestuinen bijgekomen met hout van koolstrop. Dus dat is onze partner. Ga daar zeker eens kijken als je op zoek bent naar hout voor de tuin. Want heel veel mogelijkheden met constructiehout. Want deze bakken hebben we natuurlijk zelf gemaakt. En de reden waarom hier van die paaltjes uitsteken, dat is niet zomaar natuurlijk. Dat is omdat hier vermoedelijk de snijbloemen komen. Of dat is toch het plan. Waaronder de dahlia's. Daar komt een soort net over. Want dahlia's die moeten ondersteund worden. En door dat net blijven ze netjes op een plaats straks en dan gaan ze gewoon niet omknakken. Dat is een beetje het idee erachter. Maar heel blij met die twee bedden. We hebben ook een kastanjehekje geplaatst om de boel een beetje te breken, want ik vond het allemaal een beetje recht toe, recht aan. En om een smalle tuin een beetje breder te laten lijken, is het altijd wel goed om hoekjes en kantjes te creëren. En dat is bij deze zeker gelukt. Een extra bed gemaakt, want ik heb meer plaats nodig met al mijn dahlia's. En voor de rest ziet het er zo stilletjes aan een beetje goed uit. Ik bedoel, er moet nog veel geplant worden. Volgende week hopelijk, hè, als de temperaturen goed zitten. Maar dan wordt het veel voller en dan wordt het deze zomer echt wel een bloemenparadijs. Ja, hier is er ook niet zoveel veranderd eigenlijk. Misschien dat er een kippenhok is bijgekomen, een kippenren. Dat is hier misschien wel de grootste verandering. Maar voor de rest is de structuur natuurlijk gebleven. Hè. Dat was de bedoeling. Het was niet echt het plan om hier echt structurele dingen te veranderen, want het is nog maar nieuw. Alleen zijn er toch wel een paar dingen bijgekomen. Jullie weten het. Er zijn verschillende bomen bijgeplant. En we hebben die klimtorens die mijn vader in elkaar heeft getimmerd. Heel erg leuk. En dus het kippenhok met alweer nieuwe kippen. je kunt nooit genoeg kippen hebben. Dus wat dat betreft zit ik wel goed, denk ik, voor de komende tijd. Maar de bedoeling is hier dus, in deze borders, om hier heel veel bloemen bij te planten. Ik heb nog niet alles in de grond, want je ziet, er zit nog heel veel lege plekken. Maar ik moet ook een beetje rekening houden met alles wat ik heb gezaaid. Dus daar komt volgende week zeker verandering in. En de bedoeling is echt dat hier deze zomer, komende zomer, dat gewoon echt een explosie van bloemen wordt. Het zij vaste planten, het zij struiken of klimmers. En dan aan de andere kant ook
eenjarigen, hè, waar ik dan af en toe van kan knippen om een plukboeketje te maken bijvoorbeeld. Dus komt helemaal in orde, maar ik zeg het, er moet nog wat meer animo in komen met de planten die ondertussen in de serre staan. Maar voor de rest ben ik hier eigenlijk heel blij om. Je ziet, alle wildleven is hier welkom, wat dat betreft. Dus het wordt hier een heel mooi plekje komende zomer. Laat ons hopen. Zo, dat was het alweer voor deze aflevering. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je op die manier misschien een idee krijgt van hoe het er hier aan toe gaat. Er is al heel veel gebeurd, maar er moet nog ontzettend veel gebeuren in de toekomst. Zeker de komende weken is het echt wel druk in de tuin. Zo, de meimaanden, dat is echt alle hens aan dek hier. De energie is er nog niet altijd, maar het voordeel van Moeder Natuur is dat dat allemaal niet uitmaakt. Morgen komt ook wel. Ik hoop dat je de aflevering leuk vond. Laat het mij zeker hieronder weten. En misschien ook eens hoe het er bij jou in de tuin aan toe gaat. Altijd fijn om te kunnen lezen. En voor de rest wens ik je een heel fijn weekend. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende. Bye bye.